is dan tip nummer 2 ter bevordering van je concentratie en je focus. Verdeel je leerwerk in stukjes van 20, 25 minuten. Je kunt bijvoorbeeld een kookbekertje zetten. Na die 25 minuten neem je 5 minuten korte pauze. Wat kun je zoal doen in die pauze? Gewoon 5 minuutjes of als je graag wil, even WhatsAppen. Maar daarna ook weer aan de gang. Weer 25 minuten, 20 tot 25 minuten. Heb je bijvoorbeeld 3 blokken achter de rug van 25 minuten studeren met steeds een korte pauze, neem dan een wat langere pauze van bijvoorbeeld een kwartier of een half uur. En dan kun je weer opnieuw starten. Deze techniek heet de Pomodoro-techniek. Deze techniek toepassen is veel efficiënter dan aan één heel lang stuk doorstuderen. Dus 25 minuten studeren, 5 minuten pauze. 3 blokken van 25 minuten gehad, dan een half uur pauze of 20 minuten pauze. Tot de volgende tip. Studeer ze!